Jij die vroeger nooit spruitjes lustte, waarop jij nu nog af en toe heel serieus kon reageren, dat je wel degelijk spruitjes lustte toen je klein was. Het was een emotionele bijeenkomst. Familie, vrienden, collega's, allemaal waren ze er. Allemaal om nog één keer een woord van herinnering uit te spreken voor Bart en zijn vriendin Astrid. Lieve Bart, tijdens het eten van spruitjes zal ik altijd met een extra glimlach aan je denken. Bedankt voor alles en waar je nu ook mag zijn. Ik hoop dat jij samen met Astrid voor altijd samen mag reizen in jullie paradijs. En zing daar alsjeblieft de sterren van de hemel. Dikke kus, ook voor Astrid, je sis. De bijeenkomst was op het Tongerlooplein in Roosendaal. Een plek waar Bart veel kwam met zijn theatervrienden. We hebben gelachen, gehuild en gevochten. We hebben gedronken en we hebben versierd. We hebben getreurd en het leven gevierd. Gedeeld waar het leven ons bood. Het anderhalf uur durende programma werd afgesloten door de broer van Bart. Soms is het beter iets moois te verliezen. Beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad. En wat zijn we enorm, enorm blij dat we Bart en Astrid hebben gehad. Hartstikke bedankt mensen. Ontzettend bedankt. Dankjewel. Ruim 2000 mensen waren naar de bijeenkomst gekomen. Ja, prachtig. Heel mooi, heel waardig. Ja. Ik denk dat Bart trots is daarboven. Ja. Een afscheid wat ze ook echt verdiend hebben. Absoluut, absoluut, ja. Dankbaarheid. Dankbaarheid dat mensen zo betrokken zijn bij Bart en Astrid. En bij alle nabestaanden die hun lief hebben en altijd zullen blijven houden. Dat is geweldig. Ik denk dat heel fijn is voor de familie om te merken dat gevoel er is bij iedereen.